gaat hij dan. Grote transformatie tot landmeter. Voor het programma De Leukste Verborgen Cameragrap van Nederland tovert presentator Victor Brandt zich om tot landmeter. Maar hij heeft zijn plastic broer meegenomen om een aantal nietsvermoedende voorbijgangers eens flink in de maling te nemen. Meneer, zou ik u het mogen vragen? Zou u mij even willen helpen? Want mijn collega zou hier al moeten zijn. Die laat me een beetje zitten. Zou ik u mogen vragen om heel even mijn stok vast te houden? Wat moet er gebeuren? Aan de overkant. Waar is een stukje. Overkant? Ik loop even met u mee. U bent echt een hele grote hulp voor mij vandaag. Pas op voor de auto, meneer, zodat we niet onder de auto komen. Als u hier ongeveer zou willen gaan staan, ik ren terug en ik geef u de aanwijzingen. Nou, veel aanwijzingen zullen er niet komen. Duurt niet lang hoor, beloof ik. Heel klein stapje naar uw eigen links. Nog één stapje. Voor u links. Want uit dit busje komt die fijne plastic broer van Victor tevoorschijn. Kan u alsjeblieft even door kunnen rijden? Ik sta te meten. Ja, dan moet u rechtdoor. En dan de eerste of tweede straat rechtsaf. Ik laat het gelul. Nou, dankzij dit gelul kan Victor worden omgewisseld door een pop. Sta je dan? Ik zeg al, lang net overgaan, we hebben het gestoten, niet erop met de ring. En dan is het wachten. Heeft dan helemaal niemand iets door? Het duurt heel lang. Hij beweegt helemaal niet. Het lijkt wel een camera. Nee, maar hij staat door de camera te kijken en dingen blijven stellen. Nee, waarom staat hij hier? Deze pechvogel tuint er volledig in. Zijn vrouw iets minder. Er staat dus gewoon nog een minuut of drie van te wachten. Hij is nog geen centimeter bewogen. Ik denk dat ik toch een laatste de rijden vind. Ook daarom is mijn lichaam in de regen gehad. Nee, hij blijft steeds op. Ik leg me even neer. Langzaam verliezen al deze slachtoffers hun geduld. Tijd om ze uit hun lijden te verlossen. Meneer, u was de meest geduldige man vandaag die erin getrapt is. U zit namelijk in de leukste verborgen cameragrap van Nederland. Hallo. Daar in de bus. Ja.